Ik ben Nico Rodenburg, akkerbouwbedrijf in Zwartewaal, Zuid-Holland. We telen consumptieaardappelen, suikerbieten en wintertarwe. En vandaag zijn we met Rotwieder van Hak aan het cultiveren. Wij werken met Rotwieder om proberen wortelvuil en dan met name veenwortel in de percelen op te ruimen op een mechanische manier. Om de gewasbeschermingsmiddelen het gebruik te verminderen. Ik heb de Rotwieder gemonteerd aan een triltandcultivator. Ik heb de onderste twee bouten vervangen of verlengd eigenlijk en daar een de ketting aan bevestigd. De Rotwieder die ik heb aangeschaft die bestaat uit een zeskantige ijzeren staaf. Voorzien van lagers. Die lagers zijn op een plaat bevestigd die met een ketting aan de cultivator vastzitten. En het idee is dat de as in de grond gaat ronddraaien en daardoor het vuil, het wortelvuil of het andere onkruid omhoog aan de oppervlakte werkt. We rijden de percelen nu twee keer door met de Rotwieder. De ervaring tot nu toe is dat op de voor ons lichtere gronden 35% afslipbaar, dat erg goed gaat. Ik heb ook gemerkt dat op de wat zwaardere percelen die richting 50% afslipbaar gaan, de werking wat lastiger is omdat het wat kluiteriger is en eigenlijk de cultivator wat dieper de grond in moet trekken. Op dit perceel waar we bezig zijn hebben vorig jaar aardappelen gestaan. Toch nog behoorlijk wat aardappelopslag zien we na het oogsten van het graan. En een mooie bijvangst, als ik het zo mag noemen, is toch wel de aardappels die we ook met wortel en knol naar boven werken. Die laten we nu een tijd liggen om uit te drogen. En straks zaaien we hier de roemenmest erin. Ja, ik heb de Rotwieder bij Hak aangeschaft, omdat ik het belangrijk vind dat ze in de buurt zitten, snel geleverd kan worden. Ja, als er eventueel problemen zijn, dat het te snel opgelost kan worden.